In de zondag hoofdklasse C nam Bikwik 1887, spelend in de witte shirts, het gisteren op tegen Sneek. Bikwik is koploper met 36 punten uit 17 wedstrijden. De Friese staan derde met 30 uit 16. Na de aftrap krijgen de bezoekers al snel een grote kans op de openingstreffer. Freek de Jong zet voor. Via Molenaar komt de bal bij Batalla en katachtig gered door Koopmans. Nu Tieme van Hezel met de lange bal. Slecht verwerkt door Michael Grendel en daar is de 1-0. Zo'n kans moet je Alex Mfutila natuurlijk niet geven. Ondanks de vroege voorsprong van Bikwik is Sneek de betere partij. Hier vreert de jong op Kees Smaal. Zijn inzet wordt gesmoord. Batalla dan met de rebound ook niet. Goed ingegrepen de Koopmans. Bikwik komt nu wel wat beter in de wedstrijd. Thomas Mak met de bal op Ruilman. Maar doelman Theo Timmermans laat zich niet verrassen door de stift. De tweede helft dan. Bolt met de bal op Van Hezel. En weer goed gepakt door Timmermans. Even later Van Hezel met de vrije trap. Ruilman en die kopt net over. Dat Sneek goed kan voetballen laat het hier zien met een mooie aanval onder leiding van de technisch begaafde Catalanen Marcelino Merino Morato en Ramon Giro de Batalla. Na 13 schijven eindigt de aanval uiteindelijk bij Morato, die de aanval geen mooie afronding kan geven. Kevin Huytema met de corner. Robin Huisman de Jong staat vrij bij de tweede paal en die schiet knap de gelijkmaker binnen. De Friezen blijven druk zetten en gaan voor de overwinning. Huytema. Batalla net naast. De laatste kans is echter voor Bikwik. Bolt met het schot en een fijne redding van Timmermans. Een moeizame wedstrijd voor Bikwik dat het lastig had met een goed voetballend Sneek. Dat vond ook Bikwik aanvoerder Johan Molenaar. Ja, nou ja, ze waren gevaarlijk bij standaardmoment en ik vond ze voetballend gewoon goed. Beter dan wij in dit geval vandaag. Wij moeten normaal gesproken ook van het voetbal hebben en dat was vandaag even iets minder. Krijg je wel een goede kans om een 1 of 2 extra te scoren, maar helaas. Gelijkspel was wel terecht dus. Ja, uiteindelijk over de hele wedstrijd gezien zeker verdiend gelijkspel.